doelpunt vallen. We worden onmiddellijk op onze wenken bediend. Dit is ook goed voor de wedstrijd hoor. Hier is Waasland Bever opnieuw. Fraai, die zet er zijn voet tegen. Wiegel. Net als Schoonbaard, afkomstig uit de jeugd van Club Brugge. Maar hij hier wel al een tijdje aan de slag. Dit is goed gespeeld, daar is Vukcevic. Eerste keer Waasland Bever. Hij is ploeg. Maar met balbezit doe je helemaal niks. Albanese, mooie actie, komt er ook een vervolg hier met zijn tweeën voor de snelle goal in de tweede helft. Ja, 1-0, Waasland Bever, zwaar met het doelpunt. Op een ideaal moment natuurlijk, vlak na de rust. En hoe is het mogelijk, het lag helemaal open. Met z'n tweeën stonden ze daar en het is de krullenbol die het gedaan heeft bij Waasland Bever. Albanese, het zal hem deugd doen, mocht starten. Hier Fraai en dan met z'n tweeën, maar de bal ging naar Albanese en die trapt hem er netjes in. Het voetbal is Magic. Hermans legt de bal naar links. Hier is Albanese. Albanese, maar iets tussen een voorzet en een schot. Als er iemand met een lichaamsdeel tegen... Albanese, Waasland Bever plots gelooft weer in eigen kunnen. Albanese schieten. Oh ja, waarom niet? Kijk, meteen de tweede bal tussen de palen. Daar is Albanese. Dit doet denken aan de fase tegen Standaard. Ook toen wel op zijn linkerkant. Nu kappen achter het steunbeen. Afgeblokte bal. En nog eens voorzetten. Keita. Een goede tik in één tijd van Verret. Albanese. Het zal toch van hem moeten komen, denk ik. Albanese met een schot. Maar recht in de handen. Voor Evo. Ballon écarté maintenant sur Albanese qui va peut-être pouvoir frapper. Qui a enchaîné dribble et frappe. C'est bel enchaînement. Oui. Reviens, reviens. Buiten is in de tweede zone. En de goal. De eer gered, maar de vlag de hoogte in. Wel de beste man bij BNR. Ja, die heeft ook een actie. Dit is knap voor beide tegenstander. Nu moet hij ook nog een goede voorzet versturen. Dat doet hij. En daar is de goal. Daar is de goal voor Waasland Bever. Allez, 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 allez
op de plank ligt. Ja, Mika is moedeloos omdat Daan Heijmans daar niet onmiddellijk doordraait, een pirouette maakt. Brijs vechten, vormen een hecht team. Nu misschien, nu is er wat ruimte voor Alessandro Albanese. De center, en dan gaat hij er niet in. In tegenstelling tot een van de... Albanese. Hij is de meest dreigende speler van wie een actie altijd verwacht kan worden. Lage voorzet. Iversen met de voet. Wout is in de tweede zone. En de goal. De eer gered, maar de vlag de hoogte in. Ai. Goed aan! 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 Goed aan!